Nee, dit is geen vakantie. Dit is werk. De Brit Ben Southall is aan het werk op het Great Barrier Reef. Al duikend en snorkelend verdient hij 10.000 euro per maand. En dan mis je Engeland niet echt. And maybe, you know, the green rolling hills of Hampshire where I live, but apart from that, I'm quite happy with my new background. Ben Southall won in mei de race om de best job in the world, de reclamestunt van de VVV Queensland. De Nederlandse Magali Heuberger dacht kans te maken, maar dat liep anders. New caretaker of the islands of the Great Barrier Reef from the United Kingdom, Ben Southall. Ben is nu anderhalve maand aan de slag. Deze dag helpt hij mee om toeristen aan het snorkelen te krijgen. Tussen alle bedrijven door is hij de hele dag aan het twitteren. En hij fotografeert en filmt alles dat beweegt. Voor zijn blogs. Want het schrijven op internet is het belangrijkste onderdeel van de job. On my days off, I sit in front of the computer and I work. And I don't do the most exciting things, you know. This is my job. Maar er wordt ook gemopperd op Ben. Hij zou klagen over het weer, tikfouten maken en te weinig blogs schrijven. There's a lot of jealous people all around the world, but the thing is, you know, I put myself up against 35,000 worldwide entrants and I was the lucky one that came out on top of it, you know. Half the people that are complaining probably didn't even put an application in, so you've got to be in it to win it. Op Hamilton Island, de woonplaats van Ben, is de toerisme-industrie dolblij met de Brit. De Best Job in the World campagne is goud waard in deze tijden van crisis. En dat merkt ook de Nederlandse manager van dit chique resort. Ik denk dat we vanaf 50% naar ongeveer 90% zijn gegaan. Bezettingsgraad over de wintermaanden in juni en juli, wat een enorm succes is. Dat kan je met geen ene andere campagne ooit voor elkaar krijgen. Voor Ben Southall zit er weer een werkdag op. Op naar huis. Nou ja, huis. Droomvilla is een beter woord. It's a really lovely kitchen, lovely big sofa, awesome big sound system, 6 speakers here. Het toerismebureau van Queensland gaat het succes van de beste baan in de wereld verder uitmelken. Ben Southall krijgt daarom 4 helpers die op een klein eilandje hier in de buurt 7 weken lang gratis vakantie mogen vieren. Het zal vast wel weer storm lopen. Dit is Tim Dekkers voor RTL Nieuws op Hamilton Island.